Dat was de eerste werkdag. Hè. Stonden die jellekes klaar, die handschoenen lagen klaar, alles. Hè. Ik ben Ferdi Gevels en ploegbaas bij Mathieu Gevels. Bang voor mijn ouders en mijn tantes en onkels, eigenlijk de familie en de oudere mensen eigenlijk. Hè. De vrijdag dat we het hoorden, toen zaten we op een samenkomst bij Gijbels. Een les was dat, een communicatieles. En toen vertelden ze dat en dat werd eigenlijk heel goed uitgelegd en al. En toen was ik erover aan het nadenken als we dan moeten gaan werken. Maar ja, je denkt eerder aan jouw familie als aan het werk. En toen ze 's maandags vertelden dat we dan toch gingen werken en de maatregel die genomen werd, vond ik het eigenlijk wel goed. Want als je altijd binnen moet zitten, daar ben ik niet voor gemaakt. Oh, binnen enkele dagen stonden er 35 auto's klaar en de reservekabinetten en caddies die werden gebruikt door de bijzitters. En ja, ik vond dat wel knap van Mathieu Gevels. Ik heb diezelfde dag heb ik ook naar Herman gebeld voor hem te bedanken van hoe goed dat ze gewerkt hadden dat weekend, want ze hadden echt wel iets gedaan voor ons. Ja, want er werd echt heel nauw op gekeken. Iedereen kreeg shellekes mee. Iedereen kreeg een bus met water mee, plus zeep. We kregen plastieke handschoenen mee. En er werd echt wel op nagedrukt dat je 1,5 meter minimum moest houden van iedereen. En omdat buiten zou het dan niet zoveel koud kunnen als binnen, dat gaf me wel een gerust gevoel. Om de 2-3 dagen kreeg ik pas waar dat alles in zit, waar dat weer de maatregelen zijn veranderd en zo. En gewoon, dat is al direct voor die jellekes. Dat was de eerste werkdag, hè. Stonden die jellekes klaar, die handschoenen lagen klaar, alles, hè. De zeep, het water. Dat is allemaal niet zo evident, vind ik, zo, hè. Maar het stond wel allemaal klaar. Hè. Ik vind dat ze goed hebben aangepakt. Ik persoonlijk vind dat ze goed hebben aangepakt. Ze hebben direct ingevlogen en we hebben geen 2 dagen gedopt. We hebben gewoon 's maandags terug kunnen werken.